We gaan naar de man die in 2009 verder heeft in de Amstel Gold Race. Die zesde was in Lombardije. De man van de Grand Prix Montreal. Man die in 2012 onder op Californië op zijn naam is te zetten. Die in 2013 de Grand Prix Quebec is te winnen. En vierde plaats in de Tour in 2010. Maar hij wil meer. Hij wil meer. Oh, Gesink. Het zal toch tot van het gebeurt dit. Ja, dit gebeurt met 70 van Robert Gesink. Of de showers voelen. Je moet je zo meteen een beetje op laten tillen voor het publiek in Utrecht. Want de Condor van Varsseveld is er klaar voor. Voor nummer 1 een paar seconden. Daar gaat de Gesink. Wauw, Gesink in de aanval. Dit is straf. Wat is dit knap, zeg. Wat is dit lang geleden dat we zo'n prachtig beeld hebben gezien van Gesink. En natuurlijk wisten we dat hij het kon.